dit is onze exhibit. En die heeft twee flessen met water of met vloeistof erin. En daar hangen kaartjes voor. En als je door de pot kijkt met water erin, dan zie je het plaatje in spiegelbeeld. Omdat de breking van het licht in het water, dat zorgt ervoor dat het zeg maar andersom komt te staan in je oog. Zonne-energie. Dus je kunt kijken met een zaklantaarn of het zonne-energie oplevert. En dan kun je kijken op voltmeter hoeveel volt het oplevert. En dan kun je hem draaien naar 90 graden of naar 0 graden. En je kunt hem ook uitschuiven om te kijken hoeveel volt op meet. En 9 is het hoogste wat opgemeten is met deze zaklantaarn. Dit is een golfmachine waarmee je golven kan maken. Dit is voor mensen om te zien hoe ze de dijken moeten testen. Je maakt verschillende typen dijk? Ja. Ja, je kan ook deze erin zetten en die heeft dan weer een andere functie dan deze, want die kaatst iets terug. Doordat de pluspool van de batterij, die zorgt ervoor dat de batterij en de magneet vooruit wordt getrokken en de minpool aan de achterkant zorgt ervoor dat die weg wordt geduwd, waardoor die naar voren gaat. Er staat geen stroom op het koperdraad zelf, maar die conducteert het, zeg maar. Hallo Noor. Leg me eens even uit hoe een vliegtuig vliegt. Het vliegen van een vliegtuig is eigenlijk gebaseerd op de wet van Bernoulli. Dat zegt dat als er een luchtstroom komt van naar voren van een vliegtuig, naar de voorkant van de vleugel, komt aan de bovenkant, komt een snelle luchtstroom en daar is dan lage druk. Die gaat er gewoon overheen, dat komt dan door de vorm van de vleugel. Aan de onderkant is een langzame luchtstroom en daar is hoge druk. Die drukt de vleugel meer omhoog. Met onze exhibit kan je dan eigenlijk de hoge druk nabootsen. En je kan zo de luchtstroom zo recht mogelijk met een föhn maken. Zodat de vleugel zo lang mogelijk in de lucht blijft. Ik ga zo dit naar beneden halen. En dan kunt u zien dat lood zinkt in beide. Het ijzerplaatje zinkt in het water, maar drijft op de behanglijn. En stel je voor, je zit in de auto en gaat door een scherpe bocht. Uw lichaam wilt er rechtdoor, maar de auto gaat linksaf. Dus dan voel je eigenlijk ook al die G-kracht. Als u dan op de pomp drukt, hier zit lucht in. En lucht wil altijd naar een plek toe waar geen luchtdruk is. Dus dan gaat hij via de buis gaat hij hier naartoe, want de buis zit hieraan bevestigd. En als je dan pompt, dan gaat hij omhoog. We zijn hier met 90 leerlingen, 24 groepjes. En die groepjes die hebben allemaal een eigen exhibit gemaakt. Die ze hier presenteren voor de mensen van de BIEB, de bezoekers van de BIEB. Een exhibit is een ding waarmee je een natuurkundig principe kunt uitleggen aan kinderen of aan ouders. En natuurkundige principes, dat zijn bijvoorbeeld magnetisme, waterkracht, golven, dichtheid. Er komt hier van alles aan bod. Ja, en als u daar meer informatie over wilt, kunt u de exhibits nog bezoeken de komende 3 weken. En daar staan per exhibit ook op papiertjes uitgelegd wat erop te zien is. Dus kunnen jullie veel leren. Die exhibit blijft hier staan en alle hulpmiddelen die nodig zijn om met die exhibit bezig te gaan, blijven hier ook.